Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik heb mijn haar weer lekker gewassen. De paars is eruit. Laken ook voorlopig eruit. Heb ik even geen behoefte aan. Ik heb me wel opgemaakt. Ik ben lekker... ik schrap voor jou. En nu wil er eentje erin. Ja, die staat er voor de deur. Die staat er voor de deur. Ja, dan laten we die er even in. Hé? Het waait nogal hard. Zo dan. Het waait nogal hard, kerel. Ja, kom maar. Moet je even weer gek doen? Nou, moet jij er ook weer bij. Hé, moet jij er ook weer bij? Ja. Oh, nou zeg. Klaar, Frodo? Ja, lieve vrienden, dat kun je weer zien dat je diertjes toch wel gelukkig bij je zijn, hè? Als ze zo doen. Zo lief, zo aanhankelijk. En ja, het is koud. Ik heb trouwens ook net de kachel aan. Ik ga even, ik weet niet eens hoe laat het is. Die klok die is achterlijk gek. Het is 2:03. Ja, ik ben laat. Ik had de telefoon uitgezet vannacht op vliegtuigstand. Ik bekijk het allemaal maar. Ik heb ook eens een keer mijn rust nodig. En heb ik dus weer te vast geslapen. Dus met andere woorden, je wordt weer wakker. En dan heb je 9 van de 10 keer sowieso, omdat je te vast hebt geslapen, stralende hoofdpijn. Dus medicijn ingenomen. Ik ben weer en ik heb Frodo even buiten gehad. Kandalf naar buiten gedaan. Eowyn, ja, die komt dan niet buiten. En ik, ik ben weer naar bed toe gegaan. Frodo weer mee. Kandalf, die kan wel even buiten blijven, zodat je dan weer beneden komt. En ik ben gewoon weer lekker naar bed gegaan. Ik ben weer lekker geslapen. Ik ben bekijk het allemaal maar. Het is zaterdag, het is mijn dag. Ik doe wat ik wil. En wat een ander wil, moeten hun maar weten. Maar nou is het eventjes mijn dag. Punt, klaar en L. Ja. Dus ik ga ook nou niet weg. Het is wel mooi weer, maar ik heb niet zoveel zin. Nee. Misschien morgen samen met Chrissy, want Chrissy zou morgen komen. Wie weet dat we dan om toe gaan. Maar ik heb nou echt niet zoveel zin. Ik wil naar de zolder toe kijken wat ik beneden kan krijgen zelf aan de kerstspullen. En anders, ja, moet ik toch wachten tot maandag. En daar baal ik dan van. Hè? Je kan niet doen wat je wilt doen. Maar oké. We gaan door met die banaan. En de afwas die komt ook wel. Het staat me niet op mijn rug. Het staat op het aanrecht. Dus ja, ik hoef het niet mee te tillen. Komt ook wel. Geen zin in. Ik doe lekker mijn eigen ding. Wat ik zelf wil. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Als je naar buiten gaat, trek wat warmer aan. Want het is koud. Vooral aan de kustgebieden. En binnenland weet ik niet. Het zal wel meestal warmer zijn. En het zonnetje schijnt gelukkig wel. En dat is in ieder geval één ding wat je meeneemt. Ja, het zonnetje, heerlijk. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Maar ik kreeg de deur amper dicht. Die werd meegetrokken door de wind. Dus dan kan je toch nagaan dat het hard waait. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben op zolder geweest. Ik heb het een en het ander een beetje naar beneden weten te krijgen. Maar ik ben nou echt even buiten mijn boekje hoor. Ja. Ik heb 2 van die curvers meegekregen. En een doos. En de kerstster van de keuken. Die komt in de keuken te hangen. En ja, er staat nog veel meer boven. Dit is lang natuurlijk niet alles. Het is vele malen meer, zoals jullie wel vorig jaar hebben kunnen zien. Want ik durf bij kerststal ook al niet eens niet zelf naar beneden te halen. Dus ik moet voor de rest moet ik echt wachten tot maandag. Dan heb ik hulp. En ja, misschien dat Chrissy wil helpen morgen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik heb wel de doof met Elektra ook een verdieping lager gekregen. Dat staat nou op de kattenkamer.
En ja, ik ga straks eerst even met een video bezig om die in de videopad te krijgen. En dan zie ik wel weer wat ik dan kan doen. Ik weet niet eens hoe laat het is. Ja, het is bijna 3:30. Dus ja, de tijd houdt geen schaft. Oftewel in het Fries, de tijd holt geen schaft. Nee. En Frode die ligt lekker te slapen, Eeuwen ligt lekker te slapen. Kandalf die is zover ik weet buiten, want die heb ik niet gezien. Daar liggen die twee lekker. En ja. Oh kijk, die komt net binnen. Goh die. Nou ja, oké. Okay. En het haantje op de kerktoren die is goud geworden. Ja. Het is mooi weer, allemaal windveren en wolken die uit elkaar gedreven zijn. Dus ja, dat is toch wel weer een mooi gezicht dan grijs bewolkt. Vind ik dan wel weer, ja, echt wel mooi, hè? De lucht. Ja, ik vind het mooi. Maar ja, wie ben ik? Wie ben ik? Daar is het wel wat dichter in de keuken. Daar is het wel dichter. Daar zou je, ja, boven, vanaf zee, hè, wordt het. Het is nog wel blauw daar ook, maar dan moet ik verder omhoog, maar daar ging. En dat was mijn telefoon. Ja, nou, het ziet er netjes uit, toch? Ja, niet veel betekenis dat we een weersverandering krijgen. Nee, nou ja, laten we het hopen dat het zo blijft. Ja, toch? Dat mijn telefoon die ging, dat is een WhatsApp groepsbericht. Dus ik zal even kijken. Nee, dit belletje is van Kaar in de groep. Dus. En ik heb nog een groep die staat op stil. Dus we wachten het af. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben blij aan de ene kant. Ik ben ook back-off. Ik heb weer het een en het ander aan kerstspullen aan. Sowieso buiten. Ik hoop dat jullie dat... Ja, ik doe de deur gewoon open. Voilà. Kijk. Het brandt. Het is weer aan. Netjes dacht ik toch. Ja, mijn arm er wel steeds voor, nou lekker belangrijk. Oh jee, ja miauw, wat is het miauwen? Hé, wat is het miauwen? En jij bent ook liefje schat. Ja. Ja, en ik heb in de keuken heb ik wat hangen. Dat zijn de kerstklokken voor het raam en de kerststijl voor het raam. Die zijn ook al aan. Dus ook blij mee. Ik moest er dus bij klimmen met een keukentrappetje. En deze, die komt als ik klaar ben in de gang te staan. Of hier bij de tuindeur. Nou, die is toch ook leuk. Ja, gelopen voor lunch. Merry Christmas. Ja, dus dat weet ik nog niet. Vroeger stond hij altijd bij de... voordeur, omdat we die daar nog wel gebruikten om even naar de buren toe te lopen of zo. Nou, en dan heb ik hier ook nog wat hangen. Ja, het is lekker donker. Wow. Maar het maakt niet uit, jullie zien mij wel. Ja. Ja, die is van mijn pleegbroer geweest. Die overleden is. Die er dus niet meer is. Hij doet het ook, maar heel erg hard. Ik hoop dat ik hem aankrijg. Heel even hoor, want jullie schrikken. Dat was hard, hè? Ja. Dat is zeker hard. Maar oké, maakt niet uit. Dat, Zo, zijn we weer in de kamer. Deurtje weer op een kiertje, zodat de poezebeestjes er doorheen kunnen. Ik heb er altijd een blok ertussen, dus ja, daar ben ik wel weer blij mee. En nou de rest nog, hè. Maar ik weet het nog niet wat ik met het plafond moet doen, hoor. Nee, altijd gewend takken daaraan te hangen.
Ik had eerst een systeemplafond en daar kon je het zo lekker tussen doen. Ja, even een tegeltje opwippen en dan kon je het aan een rails vastbinden. Tegeltje weer goed doen. Stond nog een klein stukje open, maar ach, dat zag je niet met de visering. Nee hoor. Dus ja, ik ben er verder blij mee. En hoe ik het verder nog moet aanpakken en wil doen, ik weet het echt nog niet. Maar dat zie ik wel. Moet eerst de kerstspullen beneden verder hebben. En ik dinsdag, dan krijg ik nog voor Toon nog iemand. Om hem verder te repareren, tenminste repareren. Hij zit niet goed met internetverbinding, weet ik veel. Hoe is het en de wat is het? Geen verstand van. Maar oké, maakt niet uit. Als jullie nog ideeën hebben, in plaats van takken iets anders op te hangen, ja, weet ik veel wat. Dus als je een idee hebt, kom maar mee. Ja, ik ben wel benieuwd. Vertel me en laat het weten. Dan zou ik zeggen, we horen het wel. Tot later.